Kiriani Sabbe dus in de basis bij Club Next. Dat is het opvallendste voor vandaag. Daardoor is Sam Odoor naar de bank verwezen. En Kayefuru die neemt een basisplaats in. Sabbe daar op de rechterkant dus. Die kan er zich doorwurmen. Nog steeds Sabbe, nog steeds. Daar is Furo. Dat kan hij als de beste. Furo en dan Odoor. Furo opnieuw trappen. En in de handen van Borus, de Nederlandse lange doelman van SK Beveren. Goeie doelman ook trouwens, opgeleid bij AZ. In het noorden van Nederland, bij Alkmaar. Sabbe, goed gedaan. En dan de voorzet richting Furo. Die kan profiteren, Furo. Te scherp nu. En hij trapt hem over. Ja, dat moet je hem niet te vaak geven. En dan geklungel daar centraal ook middenin. Ja. Het is geen hoog niveau. Kom man. Ja, knap gedaan. Oeh, dit had binnen gemoeten. Michiwaki. Orijn kan die bal eens goed voorkomen. Richting Sieben de Walen daar. Maar Furo. Furo nog steeds. En die gaat dus op wandel. Furo. Snelheid maken. Furo nu meegeven met Faraas. Nee, duurt te lang. Furo gaat het zelf proberen, denk ik. Ja, goede bal en binnen. Daar is Furo. Solo slim van Kayefuru. Zijn vijfde van het seizoen. De man met de neus voor goals. In een oersaaie wedstrijd. Sorry voor het woord, maar tot nu toe niets gezien. Geen kansen aan beide kanten. En dan denkt Furo, laat ik maar wat leven in de brouwerij brengen. Deze eerste helft nog wat cachet gegeven. Daar zijn ze opnieuw. Furo kiest positie, maar het gaat naar de Smet. Ja, daar is de 2-0. Len de Smet. Beveren nog niet meteen gerecupereerd van de tik die ze kregen na dat doelpunt van Furo. En wat is het, een minuutje later glijdt Club Next er nog eens door als een scherp mes door de boter hier op de rechterkant. Goed overzicht bewaard. En dan is het een koud kunstje voor Len de Smet. De Walen. Diepe bal voor de nieuwe man. Eens kijken, wat kan hij ervan maken? Voorlopig niet al te veel. Hier is Limbombe. Limbombe, ja, dat is de eerste keer dat de korte plat moet in de partij. We spelen 52 minuten. De korte. Goed plat. Dat is een goede opening. De Smet komt naar binnen. De Smet! Oh, ho, ho. Op de dwarsligger. Maar ook hij wordt weer niet aangevallen. Komt gewoon naar binnen en kan dan trappen. Nog een wissel bij Beveren. Ertürk. De aanval stofferen. Met alles wat mogelijk is. Zometeen in een wedstrijd die 95 minuten heeft geduurd. Maar waarvan de samenvatting zich kan beperken tot minuut 6 en 47.